Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is toch vroeg, ik denk ik pak meteen mijn camera erbij. Ik heb gisteravond dat Primark Heatless Curls ding, die van The Grinch, ingedaan. Het plukje, hij was niet helemaal lekker, dus hij ging even in de logeerkamer slapen. En ik ging het Gossip Girl kijken. En ondertussen ging dat haar ding heet het indoen. En het lukte me gewoon heel goed, gewoon een plukje eromheen. En dan samen met dat plukje een nieuw plukje eromheen. En als het dan eenmaal in zat, bleef het gewoon niet zitten. Dus ik moet even wat filmpjes opzoeken. Waar is dat kartonnetje met de info? Ik weet niet, het lukte niet. Dus, maar ik ben alsnog best wel wat krullen wakker geworden, gewoon van de Dyson. Dus, maar ik wil de Heatless Curls ook onder de knie krijgen. Ik ga lekker werken, mijn vlog editen. Proberen hem vandaag wel in één dag af te krijgen. Ik weet niet of ik buiten de deur ga werken. Ik heb vandaag niet heel erg behoefte om dat te doen. Ik heb niet het idee dat ik heel veel thuis heb gezeten vorige week. Ik heb wel het idee dat dit wat positievere week gaat worden. En ik heb gewoon onwijs veel zin in de kerstaflevering. Ik heb gisteravond trouwens ook iets getest alvast voor die aflevering. En dat ga ik voor vrijdag ook nog doen. En nu ga ik gewoon werken. Dus ja, welkom bij Nieuwe Weekvlog. Wij het mega hard. Ze hebben zelfs zo'n waarschuwing zeg maar afgegeven. Maar ik ga alsnog fietsen, want dat is gezond. Bye bye. Rijles was weer leuk. En wat is het donker en het waait. Iedereen is dan verbaasd. Ben je met de fiets? Maar het is echt gratis en gezond. En gewoon lekker. Dit keer heb ik geleerd in het boek met dingen die je moet weten voor je 13 wordt. Dat chefs in Japan die kookgolfvis serveren. Daar een opleiding voor moeten volgen. En als ze het serveren moeten ze eerst zelf een hapje nemen. Om aan te tonen dat het dus echt goed bereid is. Omdat het dus zo giftig is. Want je kan er dus helemaal verlamd van raken en doodgaan. En dat er koffie bestaat. Van kattenpoep. Van katten die dat uitpoepen. En dan is het heel duur. Heel veel geld waard. Nou, ik fiets nog even heel snel langs de Primark. En dan ga ik naar de supermarkt. Ik wil dit dus kopen. Het is kindermaat 120. Ik ken natuurlijk niemand met die maat. Maar ik vind dit zo leuk en zo schattig. Maar ja, het slaat helemaal nergens op om dit te gaan kopen. Dus ik vlog het en ik ga het niet kopen. Dus, ja. Maar oh, wat schattig. Ik wou dat ik deze in mijn maat kon vinden. Zo leuk. Hele lekkere kwaliteit ook. Echt heel mooi. I love it. Ik ben weer thuis, ik heb gesport en ik had dus deze trui gekocht bij de Primark, omdat ik truien nodig heb. Hij is eigenlijk één maatje te klein, want hij is niet lang genoeg eigenlijk. Hij is zeg maar zo is lang genoeg, maar als ik dus dit doe, gaat hij omhoog. Tegenwoordig wil ik graag grote truien, maar ze gingen dicht en ik had een trui nodig en ik dacht ik pak hem en alleen deze maat was er. Dus ik heb hem gewoon gekocht. Ha heeft gekookt, dus we kunnen meteen aan tafel. Ik zeg net tegen haar dat ik allemaal DM's krijg van mensen die zeggen, Ha moet in je kookshow, want hij kan zo lekker koken. Maar hij wil niet. Even snel kijken naar mijn kaarten. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het bij dezelfde site gedaan als vorige keer. Omdat ik dacht, ja, het hoeft niet fantastisch te zijn. Oh, het ziet er best goed uit. Hier zit alleen een deuk. Maar hopelijk heb ik extra gekregen. Nee. Vorige keer had ik extra gekregen per soort. Nu niet. Best jammer, want hier zit een beschadiging. Maar verder... Dat doen ze normaal altijd bij drukkerijen hoor. Dan krijg je extra... Kijk, jullie zien het vast. Ik denk van ja, jullie zijn mijn vlogkijkers. Wat ik dus heel raar vind. Deze variant is minder duur. Ik heb alsnog een vrij goede gekozen. De dikste qua papier. Maar vorige keer had ik voor speciaal polyester gekozen. Dat is dit niet. En ik weet nog niet of jullie nog weten hoe crappy die waren. Maar die waren echt slecht. En deze dus niet. Dit is veel mooiere kwaliteit. Maar ja... Dit ga je niet zien op beeld. Maar dit vind ik dan wel weer jammer. Aangezien ik er dus voor 2 heb betaald en er ook 2 heb gekregen. Als ze er nou 3 hadden, maakt het niet uit. Maar verder ziet het er goed uit. Echte showcards. Ik ben heel blij. Ik heb het dus zelf ontworpen. Oh my god, ik ben heel blij. Oh, wat zijn ze mooi. Wat leuk. Kijk ha. Ze zijn echt prachtig. Niet te groot, hè? Oh, ik word helemaal blij. Deze vind ik ook fantastisch. Oh. Huh? Waarom heb ik hier maar 1 van? Huh? Huh? Oh ja, dit was voor de kookwekker. Oh, hier heb ik er maar 1 van natuurlijk. Ja, stiekem ging ik ervan uit dat ze weer extra gingen drukken. Omdat ik vorige keer van alles extra had gekregen. Heel stiekem. Maar ik heb natuurlijk maar 1 kerstaflevering. Maar is dit dan oud en nieuw? Oh, dit hoort bij oud en nieuw. Heel blij. En dan heb ik ook nog even een hele grote lading. Ik dacht, doe ik maar meteen mee met allezelfde kaartjes voor het nieuwe seizoen. Want dan ga ik de kleuren niet veranderen. Want waarom zou je de kleuren gaan veranderen, dacht ik. Als het gewoon werkt en je hier heel lang over hebt gedaan.
Dus ik ben heel blij. Ja, mocht je ook interesse hebben in dingen drukken of zo, ik wil best in, laat het even in de reactie zeg maar dan weten. Dan reageer ik op je comment met welke ik heb besteld. Dit heb ik gewoon zelf gekocht. Maar als niemand het wil weten, ga ik het nu ook niet opzoeken. Maar mocht je het willen weten. En ik heb dan nu dus A5 volgens mij gedaan. Ja, dus A5. Vorige keer had ik A6. Ik vind het bijna zonde om hierop te schrijven. Aan de andere kant, dit kost nog geen 30 euro voor al deze kaartjes. Dus hier kan ik het hele special seizoen mee door en heel seizoen 2. Dus misschien moet ik er wel gewoon lekker op schrijven. Oké, ik ga nu eten, maar ik ben heel blij met hoe mooi ze zijn. Ik kan echt niet wachten. Vrijdag ga ik de eerste gebruiken. Zo leuk. Ik ging het niet vloggen, maar het ziet er zo spectaculair uit dat ik het toch ga vloggen. Hij heeft helemaal een soort van zakje gemaakt. Vast geniet en dan open je het en er zit er lekker kip in. Tomaat, courgette, erwten. Knoflook denk ik, wat nog meer? Reageer even allemaal in deze comments dat H in bubblewrap moet. Bij hoeveel reacties ga je erin, H? 1000? Die krijg ik toch niet. Zeg maar, hoeveel? 600.000. 600.000 reacties gaat H in bubblewrap. Zie je het als een soort petitie die je gaat tekenen? Dus reageer maar even, jongens. I'm really happy. Ik ben de ingrediëntenkaartjes aan het schrijven. Ik heb dus dit pennetje gekocht toen in Delft bij die boekenwinkel. Het is een uitwisbare pen. En hij zorgt en hij schrijft super lekker. Het is echt mijn favoriete pen. En ook hierop. Ik moet het heel even laten drogen. En dan is hij heel mooi mat. Dus ik vind het echt nice. Het is super goed leesbaar. Dus dat is top. Ik heb zoveel zin in deze aflevering. Dat is niet normaal. Ik weet niet waarom. Nou, dan, ik ga weer even verder. Ik had... Ja. Oh, bedankt. Ik had gisteravond even de tandarts gemaild. Ik ben dus pas één keer hier naar de tandarts geweest in Zoetermeer. Van kan ik in 2023 nog terecht voor controle en mondhygiëne? Want ik zag dat de laatste keer dat ik was geweest was iets van half december. En dat was de eerste keer dat ik was geweest in Zoetermeer. Ik weet nog dat ik toen echt heel lang niet naar de tandarts was geweest. Maar volgens mij had de tandarts toen gezegd dat ik pas na een jaar terug hoefde te komen. Alleen mondhygiëne moet eigenlijk wel vaker. Ik ben gewoon een beetje bang voor de tandarts geworden. Vroeger niet, maar sinds ik gevoelige tanden heb wel. Want bij die hoektanden hierboven zeg maar, heb ik echt van die... Een soort blootliggende tandhals of zo. Nou, dat is gewoon wat ik zelf denk. In ieder geval, als je daar water op spuit of gaat krassen met zo'n stok, is het echt... Oh, ik word helemaal gestoord als ik aan dat gevoel denk. Dan raak je gewoon mijn zenuw aan, dan word ik helemaal gek. Dus dat mogen ze gewoon echt niet doen. En je hebt tandartsen die het alsnog gewoon lekker doen. En dan zeggen ze, ik doe het niet, maar ze doen het toch. En dan is je vertrouwen gewoon beschadigd. Maar ik weet volgens mij van vorige keer dat zowel de tandarts als de mondhygiëne allebei heel chill waren. En dat die mondhygiënist echt heel lief was en helemaal rekening hield met mijn wensen. En dat de tandarts dat volgens mij ook deed. Dus bijvoorbeeld zeg maar met zo'n scrubborstel met een tandenborstel erop. Dat kan dus wel. Dus het kan wel aangeraakt worden, maar niet met iets puntigs. Want dan raak je gewoon zo'n zenuw of zo. Het is echt verschrikkelijk. Het is zo naar. Ik word helemaal gek als ik dat gebeurt. Maar goed, vanochtend mailden ze. Of nou eigenlijk anderhalf uur geleden mailden ze. Dat er dus nu om 1 uur een plekje was. En dat verder... Ja, hallo. Druk? Iedereen komt uit de middelbare school. Dat verder volgend pas in februari plek is. En waarschijnlijk is er elke dag wel een uitval of iets. Maar ik dacht, ik ga maar gewoon meteen. Daarna ga ik naar de APK. Daar heb ik gisteravond voor gebeld. Want ik heb natuurlijk nu de auto van mijn oma. En die moet niet in januari, maar in november APK hebben. Dus ik ga weer naar mijn vaste garage. Die vind ik heel chill. En dan ga ik dus teruglopen. En ik zie nu dat het gaat regenen. En dan moet ik op de terugweg bij de DHL dadels ophalen. Die ik heb gekregen voor het kerstpakket. En dat is dus mijn dag. Verder zat ik natuurlijk in de ochtend weer alleen maar te werken. Ik denk altijd van wat saai als ik zeg dat ik alleen maar aan het werken was. Maar als ik eigenlijk over nadenk, is iedereen toch overdag aan het werken. Dus eigenlijk is het toch heel logisch. Alleen bij mij ben je gewend dat ik iets meer vrije tijd heb om leuke dingen te doen en te filmen. Maar ja, het is eigenlijk heel normaal dat je overdag zit te werken. En dan vind ik nog dat ik best veel in de stad ben. En zoals ik het terugkijk, denk ik, wow, ik ben echt vaak in de stad. Maar dan gewoon heel eventjes. Nou, oh, is dit een goeie? Ja. Iets wat ik dus heel lekker vind, mijn hersenen houden daarvan, is dat dit dus op de route is naar de APK. Dat vind ik zo chill. Dit is zeg maar op de helft van de route al. En het liefst was ik hiervoor al naar de supermarkt geweest, want dat was weer daarvoor op de route. Maar dat redde ik niet. Want ik was een haarborstel aan het bestellen. De kapper had dus zo'n chille haarborstel van Olivia Garden Finger Brush. Zo chill. En ik doe altijd heel lang met haarborstels. Maar toen dacht ik, nou, ik mag wel eens een nieuwe haarborstel gaan bestellen. En oei. Dan ga ik dus op sites kijken waar het goedkoopst is en zo. Maar dan wil ik dus ook geen verzendkosten betalen.
Dus je kunt... Ik had zeg maar één borstel kunnen bestellen. En dan was ik met verzendkosten erbij €20 kwijt geweest. Maar nu heb ik dus drie borstels voor €40. Omdat je die verzendkosten niet hebt. Dan doe ik dat dus liever. Maar dan heb je dus wel dubbel uitgegeven. Maar wel aan drie borstels. Wat zouden jullie doen? Ik kan dan dus niet gewoon €5 verzendkosten weggooien ofzo. Ik kan best wel goed auto rijden, maar soms zie ik gewoon niet goed hoe ver die auto achter me nou van me vandaan staat. Oh, 59 jongen. Precies op tijd. Ik heb hier een shaky, maar ik vind het toch eigenlijk niet heel chill om dat nu voor de tandarts te gaan drinken. Ik heb nog niet ontbeten. Ik zit dan helemaal in mijn workflow en dan zit ik gewoon... Ik heb net even snel een matcha gemaakt, maar dan ga ik gewoon zodra ik wakker word meteen beginnen met werken. Dat vind ik heel chill. Dus ja. Oké, okay, let's go to the dentist. Daar ben ik weer. Hé, is mijn scherm heel wazig? Ja, ja, daar ben ik weer. Oh, ik voel me heerlijk schoon. Ik kreeg op mijn kop. Nou, het is super aardig. Maar ik stook er te weinig. Het is zo stom, jongens. Hebben jullie tips? Nu heb ik een gaatje hier. Op beeld zie je het misschien niet heel erg, maar ik zie het wel in de spiegel. Ik heb blijkbaar een heel klein gaatje tussen mijn tanden. Maar dat ziet u... lijkt alsof ik altijd een stukje eten tussen mijn tanden heb. Ik zie het nu pas. In ieder geval is het heel chill. Oh, ik zou zo graag wittere tanden willen, maar ik ga het echt niet bleken, want ik heb zulke gevoelige tanden. Ja, ze zei wel echt van, je moet echt meer stokeren. Maar hebben jullie daar dus tips voor? Ik heb, vroeger was mijn smoesje altijd, ze zijn op. Dus dan ging ik na de tandarts het kopen en dan waren ze weer op. Maar ik heb toen bij de DM echt heel veel gekocht en ik doe het misschien maximaal 1 keer per maand. En ze zegt toch, ja, je tandvlees is gewoon teruggetrokken. En daardoor krijg je dus die tandhalzen en daardoor... Mijn beeld is trouwens echt mooi, jongens, van de vlogs. Valt het jullie ook op? Ik heb gewoon 4K vlogs, hè. Sinds, dit is nu de derde volgens mij. Ik ben zo blij ermee. Duimpje omhoog. Het is echt zo'n groot kwaliteitsverschil. En mijn haar krult nog. Grappig, hè? Blijft gewoon zitten. Ik ga van de hak op de tak. Maar ik had dus eventjes gelezen op internet ook. Waarom mijn haar niet blijft zitten in de krul. Is gewoon te gladde shampoo. Zeg maar met allemaal olie en zo erin. Conditioner of masker moet je niet doen. Ik doe spul achteraf erin wat het helemaal zacht maakt. En ik doe geen mousse of iets erin. Dus alles wat ervoor zorgt dat het niet blijft zitten. Dus ik verbaas me nog dat het nu nog zo erin zit weer. En dat is dus het rare. Het zakt helemaal uit. En dan na een paar uur komt het weer een beetje terug. Maar ik ga dus voor de kerstaflevering. Denk ik de dag ervoor. Morgen dus mijn haar. Morgen, overmorgen pas. Mijn haar wassen. Het in de avond krullen en het dan met helemaal clips vastzetten. Zodat ik 's ochtends wakker word met krullen. En dan geen conditioner gebruiken. Geen Olaplex. En een mousse erin doen. Maar ik hou niet van het vieze gevoel. Maar goed, dat ga ik gewoon even proberen. In ieder geval, ik stok er te weinig. Bij de tandarts was het gelukkig allemaal goed. Hij heeft ook foto's gemaakt. Dat doet hij eigenlijk elke keer. Is dat zodat ze meer geld verdienen? Want bij mijn vorige tandarts was dat nooit. Die deed dat eigenlijk nooit. Dat... Nou, alles was goed. En dan over een jaar weer terugkomen bij de tandarts. Geen gaatjes. Mijn spalkje. Het soort van laagje lijm wat op mijn spalkje zat. Was 1,5 week of zo geleden eraf gegaan. Dus ik voelde ineens heel erg dat ijzertje. Dus ik zei, mag er een klontje lijm op? Zei hij, ik boor het wel. Heeft hij gewoon dat ijzer geboord. Ja. Nu voelt het veel minder hard. Top. En mijn tanden voelen zo lekker schoon na de mondhygiëne. Wat een lekker gevoel is dat, zeg. Heerlijk. Ik had echt heel veel tandplak. Heel vies. Ik schaamde me ook een beetje dat ik echt zeg, oh... Goor. Zeg maar niet per se schamen. Ja, meer dat ik dacht van gatver. Ik ben namelijk best wel een verzorgd persoon. En ik hecht best wel veel waarde aan persoonlijke hygiëne en zo. En ik ben altijd echt heel erg schoon, zeg maar. Maar waar moet ik nou heen? Oh, hier. Mijn tanden. Ja, leuk dat je 2 keer per dag poetst. Ze zegt ook dat ik dus te hard poets en daarom ook teruggetrokken tandvlees heb. Als je niet stokert, ben je gewoon goor. Dus ja, ik moet eventjes iets gaan bedenken. Wat ik daaraan kan doen. Ik moet gewoon echt even iets gaan bedenken wat ik daaraan kan gaan doen. Dat ik dat niet ga vergeten. Nu ga ik mijn auto wegbrengen. En ik denk niet dat ze leenfietsen hebben. Heel zei ineens van vraag of ze een leenfiets hebben. Ik denk niet dat ze dat hebben. Gelukkig kan ik mijn auto wel missen. Dus het maakt mij niet heel veel uit wanneer ik hem kan ophalen. Want ik gebruik hem toch echt niet. Maar dan moet ik teruglopen. Dus 1/2 uur lopen denk ik. En nog langs de winkel. Oh ja, nu kan ik wel even ontbijten. Om 2 uur middags. Oh ja, hier zit de autowasstraat. Waar zit ook alweer? De Groot Automotive heet hij. Hij is echt goed. Tenminste, hij ligt je gewoon niet op. Ik heb ook bij hem mijn auto verkocht. Oh, dat wordt zo saai om te editen. Oké, doei. Zo, gelukkig werd ik even opgehaald bij de Lidl. Want echt, deze tas? Niet normaal hoeveel hierin past.
Ik heb even wat boodschapjes gedaan. Ik heb aardbeien gevonden. Die heb ik dus nodig voor mijn kerstrecept. Maar wat ik dus raar vind, is dat het helemaal geen aardbeienseizoen is. Ik heb het nu helemaal uitgekozen en uitgedacht, dus ik wil het alsnog wel doen. Dus bij de Lidl kan je het gelukkig wel krijgen. Een beetje veel geld uitgegeven bij de Kruidvat. En ik heb nu heel veel honger, omdat ik alleen nog maar één stokje shake heb genomen. En het inmiddels al later dan 3 uur is. Ik heb weer lekker kiwi-besjes. Die zijn echt super lekker. Ook al hebben we eigenlijk al heel veel fruit in huis. En ik moest dus een pakketje ophalen, want ik had dadels gekregen voor in de 3 pakketten om weg te geven. De allerlekkerste dadels met chocolade. Dus die ga ik ergens leggen. Het ene pakket van Koro is ook bezorgd met allemaal spullen voor het kerstpakket. Dus die ga ik zo ook bekijken. En ik heb zalm gekocht. Ik vind het dus heel fijn om, als ik dus vis of vlees koop, vind ik het dus best wel leuk als het dus iets is wat vandaag uiterlijk nog te verkopen is. Zodat je dus daarmee ook ervoor zorgt dat het niet wordt weggegooid. Dus ik heb lekker 3 stukjes zalm gekocht voor vanavond. Dit dacht ik kan ik eten. Omdat ik zoveel honger had, maar toen lag het helemaal onder in mijn tas. Dus kon ik het alsnog niet eten. En nog een high protein puddingje. De rest is allemaal niet heel boeiend. Dit is wel handig in onze keuken dat je het hier kan zetten en dan kan je het straks aan die kant inladen. Milde olijfolie, want dat is nodig voor het recept. En je kan ook natuurlijk extra vierges gebruiken, maar eigenlijk is het zonde om steeds alles in extra vierges te koken, terwijl je het ook gewoon in mild kan koken. Want mild is volgens mij ook goedkoper. Boter. Courgetti. Oh ja, het kan ook nog vanavond bij de pasta. Ik wil dus weer even lekker gezond koken, dus ik ga, net als met Henny had ik die pompoenpasta, dit is dan spinaziepasta. Ik heb zin om weer lekker wat in elkaar te flansen. Ik heb dus hele leuke dingen gekocht bij de Kruidvat die ik even aan jullie ga laten zien. Oh ja, ik had ook nog een banaan mee. Die lag onderop. Oeps. Zonde. Ik kan pindakaaskoekjes van maken. Oké, wat heb ik gekocht? Dit was in de aanbieding. En mijn is echt heel oud. Dat dingetje valt er de hele tijd af omdat het systeem niet meer goed werkt. Dus ik dacht ik ga lekker voor een nieuwe. Die was van 20 voor 13 of zo. En dit is echt met die flexibal. Dus dat zijn van die dingen waar je wel heel veel blij van wordt als je ze hebt. En dan heb ik ook meteen 4 van deze pakjes met mesjes, want die waren 2+2. Dus ja, dan heb je wel even veel geld uitgegeven in 1 keer. Maar daar kan je ook lekker lang mee vooruit. Dat vind ik altijd heel chill als mijn hele beautyla vol ligt met voorraad. Net als dan de soakers die ik niet gebruik. Dit was dus niet nodig. Maar ik vond dat ik wel eens een keertje goede kwasten mocht kopen. En ik vond ze zo mooi. Dus ik heb 4 Real Techniques kwasten gekocht. Vet mooi. Dit is dan voor gewoon mijn poeder. Oogschaduw, wat ik tegenwoordig ook wel probeer te doen. Contour, wat ik ook doe als ik me opmaak. En blush. Dus dan heb ik gewoon echt een mooi setje voor al mijn rituelen. Weet je, nu komen ook de feestdagen eraan. Heel veel babbelhap afleveringen. En dan is het toch wel fijn als je gewoon goed jezelf kan opmaken. Mijn favoriete make-up remover. Ik ben merk ik iets chiller geworden met... Het was nu bijvoorbeeld... 2e voor 1 euro. En normaal dacht ik dan, nee, ik wacht tot het 1+1 gratis is. Maar toen dacht ik, ja, dan ga ik nu om 1 euro te besparen geen make-up remover kopen, terwijl die bijna op is. Het slaat nergens op. Dus dan nu koop ik het gewoon. Paracetamol. En als laatste was ook in de actie. En ik dacht, ik ga dit gewoon eventjes kopen. Tegenwoordig ben ik niet heel erg meer van drogisterijmerken, maar dit is wel gewoon goed. Elnet. Dus ik heb dan, dit was 3 voor 12 of zo. Terwijl het normaal 18 zou hebben gekost. Flexibel haarspray, extra sterk haarspray voor haar dan. En dit is een mousse die ook wel verzorgd is. Dus ik hoop dat het dan wel goed is en niet alsnog mijn krullen gaat laten uitzakken. En nog een eyeliner. Deze. Ik ben altijd heel erg fan van de 24 Ink Liner, maar die is heel zwart. En deze is eigenlijk heel licht. Wat ik normaal niet zo mooi vind, maar ik dacht, hé, misschien kan je hiermee dus dan een wing of een lijntje zetten zonder dat het zo heftig zwart is. Want ik doe dat nooit meer omdat ik het zo heftig vind. Dus dit is misschien wat subtieler. Dat ga ik denk ik ook met de kerstaflevering meteen testen. En dat was het. Dus duimpje omhoog voor deze shopblog. Laat ik ook nog meteen even mijn Xenos pakketje zien die binnen was gekomen. Dat vinden jullie denk ik ook wel leuk om te zien. Ik had het vorige week al gevlogd, die kandelaren. Maar ik vond ze zo ontzettend leuk. Ze gingen niet uit mijn hoofd. Dus ik heb ze gekocht. Deze heb ik dus nodig voor de kerstaflevering. In kerstkleuren. Die had ik nog niet kunnen vinden. En ook niet bij de Xenos, maar dus wel Xenos online. Dus daar ben ik heel blij mee. Volgens mij was dit omdat ik dan gratis verzendkosten kreeg, maar ik heb foutblaadjes. En dat is super leuk. En hele leuke pastelkleurtjes. Vond ik toch wel handig. Dan kan je ze er gewoon zo uitwippen en heb je geen cupcake vormpje nodig. Dus dat was het nu echt. Ik ga niet de kerstpakketten en zo laten zien, want dat komt allemaal in de babbel op. Oh ja, ik moet natuurlijk de kandelaren laten zien.
ga ze nu nog niet neerzetten in huis. Ik zet ze nog even beneden voor later. Maar dat waren zeg maar deze die ik toen in de vlog had laten zien. Die is met geel en roze. Echt zo ontzettend leuk. Oké, nu ga ik de boodschappen uitruimen. Oké, ik ga pasta maken. Ik snij een rode ui. Want met een knoflookbol was ik echt al heel lang geleden klaar. Kijk, het is zo plakkerig aan je vingers. Het is wel echt duur. Het is echt top. Het is alleen maar spinazie en spelt en nou ja, niks boeiend. Spinazie, boerenkool, wortel, spelt, plantain, tarweproteïne en tapioca. Amazing. Dan lekker nog het laatste restje ertjes. Daar hebben we echt heel lang mee gedaan. Daar heb ik en het dip van mijn vader mee gemaakt. En het henny mee gekookt. En ha met de pasta toen. En ik nog een keer met pasta. En gisteren en vandaag. Met één doendoos. En ik ga lekker anderhalve courgette erin doen. Als je wil dat je aan het koken bent en mensen komen bijvoorbeeld thuis en zeggen: wow, wat ruikt het lekker? Dan moet je gewoon letterlijk knoflook snijden. Dan ruikt het al lekker. Zo, lekker ijsje prijzen. Deze rauw mee. De pasta is nu al klaar. Voor het een knoflook erbij. De zalm ga ik bakken in olijfolie en boter. Zo. Hier wat pesto erbij. Half bakje of zo. En half bakje ricotta. Heeft dus echt de helft aan calorieën van mascarpone. En is super lekker. Deze bak ik eerst even hard aan beide kanten. Oh, het gaat nu al te hard zie ik. En dan heel langzaam, anders krijg je dat vieze witte. Oh, dit ging al eigenlijk net iets te hard. Toch een heel bakje. De ertjes erbij. Een beetje citroenen door, lijkt me wel lekker. Dat doe ik eigenlijk heel weinig, maar ik denk dat het lekker is. Ik bak hier nog een paar pijnboompjes. Geen andere pan te gebruiken. Ziet er dan ook lekker uit op camera? Dat is echt een lekker. Salmon. Oké, okay. Bon appétit! Oh my god, mijn eerste test is geslaagd. Oepsie, het is al 2:30 s'nachts. Ik ging eerst mijn recept testen en toen werd ik verleid om dit ook nog te doen. Oh my god, dit is zo cute. Echt vind ik het heel leuk om zo vroeg al te beginnen. Ik word helemaal in de sferen hiermee. Kijk, nou wat leuk. Ik wist niet of ik al genoeg had, maar hij zit al bijna vol. Het is toch te cute? Helemaal geweldig. Ach, I love it. Word je er helemaal blij van. Ja, ik ga zo mijn nagels doen. Iemand had mij een berichtje op Insta gestuurd of ik dat wilde en daarna lekker sporten. En ik heb eindelijk babbelhap kunnen doen, maar ik ben nog maar op de helft van de ver weg beelden, zeg maar. Dan moet ik ook nog de close-up shots en inkorten en alles. Dus ik ben er nog lang niet, maar ik heb dus 3 pakketten. Even lekker wat gratis reclame. Ja, heel leuk. Ik heb 3 minuten ongeveer, dan moet ik mijn schoenen gaan aantrekken. Dit is dus voor de kerstpakketten. Ik mocht bij de HEMA voor €25 wat dingetjes uitzoeken. Dus ik dacht, dan is het wel leuk als ik een bakblik weggeef. Oh, dit bakblik is echt super goed. Mooi. Zodat je er iets kan namaken. En kerstmenu. Candy canes. Doosjes. Triple chips. Mini-vormpjes. Kerststerren. Eigenlijk moet ik niet misschien alles laten zien, want dan wordt het zo dubbel. Maar ik vind het leuk. Naamkaartjes. En gingerbread house. Voor het kerstpakket is dit eigenlijk allemaal. Ik vind het zo leuk. Toch geweldig. Dan heb ik ook nog Hoekse chips. Mega lekker. Voor in alle pakketten. Oh my god. Cute. Ik heb dus ook nog hele lekkere. Oh leuk. Voor in elk pakket. Oh. Peanut butter chocolate. Nee, trouwens, dit ga ik niet meer in het kerstpakket ding doen. Die zit echt heel vol. Karamelvlinders. Super lekker. Oké, ik ga nu snel weg. Oké, ik ben er. Kijk eventjes hoeveel kleuren. Dit is dus Biab. Maar dit zijn kleuren waar ik normaal voor zou gaan. Maar nu wil ik dus iets voor kerst. Maar ik kan nog even nadenken, denk ik. Ja. Of moet ik nu al kiezen? Nee hoor, ik ga eerst gewoon je manicure uitvoeren en daarna... Kan je ook de vorm veranderen? Ik heb ze expres laten groeien, zodat ik hopelijk zo een beetje ballerina kan. Ja, kan. Denk je dat dat lukt met deze lengte? Ja, het gaat natuurlijk wel veilen, dus het wordt altijd wel een stukje korter. Dat maakt niet uit. Ja, kan wel. Ik heb dus al heel lang een ronde vorm die ik eigenlijk niet wil. Dus ik dacht, dit is het moment om eindelijk even een andere vorm in mijn nagels te krijgen. Want zelf vind ik dat best wel lastig om te doen. Dus Fleur gaat een soort
wat het helpt. Proberen of lukt het even? Ja, ik ga alleen omdat je hier zelf zeg maar te ver op doet. Ja. Ga ik er wel een klein stukje aanmaken dat je voelt dat iets wat meer. Oh. Met een stukje. Ja, daar gebruik ik. Oh. Huh? Ze kennen het als acrygel. Het is een soort bolletje. En dat kan ik dan helemaal uitdeppen en daarmee kan ik je vol maken. Ja. Wow, dat wist ik echt niet. Vet. Ja, heel chill. Ik film altijd hoe ik het zelf thuis doe, maar dit is wel echt even heel lekker hoor, dat ik het niet zelf hoef te doen. Oh, het lijkt gewoon een beetje op bio. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is wel het nadeel van zoveel kleurtjes, hè? Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Ik twijfelde heel erg over paars, omdat ik die heel mooi vond. Maar mijn eerste liefde was groen, dus we gaan toch voor groen. Ja, heel leuk. Oké, okay, let's do it. Ja. Oké, okay, de reveal. Ze zijn echt heel leuk geworden. Ja. Hoe lang hebben we hierover gaan om na te denken wat ik wilde? Heel lang, maar ja. Ik had alle tijd, want ze heeft echt nou ja, supergoed geprept en alle dingen. Heel blij mee. Helemaal ready voor de show. Ja. Thanks. Alsjeblieft. So happy. Ik zal het straks nog even laten zien. Nu lekker sporten. Lekker dichtbij was het. Leg day, let's go. Een pakketje, dit heb ik nodig. Ook voor de aflevering. Blijkbaar hadden we dit allemaal niet. Hoppa. Het gaat maar door de hele benedenverdieping ligt vol met dozen en dingen. En dit had ik volgens mij verteld over die worstels. Deze zijn echt heel fijn. We hebben weer een surprise. Het ruikt lekker. Oeh. Oh, lekker gezond even, jongens. Lekker. Hallo. Oh, mooi die wc-pot. Oké. Ik heb dus mijn haar wel met Olaplex gewassen, want ik kon het echt niet aan om zo droog haar te hebben. En daarna heb ik een klein beetje masker hier gedaan, maar verder niet. Dus het is echt ziek drogig. En ik heb even een outfit uitgezocht voor de aflevering morgen. En ik moet dus nog wel alle technische dingen doen. Maar ik moet nu eerst eventjes mijn auto ophalen bij de APK. En toko spullen ophalen. En schuimspatel. En even naar de Aldi. En mijn kennende ben ik wel weer 3 uur weg. Dat is echt slecht. Maar ik moet ook mijn haar dus nog doen. Dus ja. Ik dacht ik ga nu vast misschien dat even doen. Maar dat duurt dan wel weer een half uur. Werkt dit? Nee, dit is geen mousse dit. Oh, er gaat ook iets fout. Maar dit moet dus door je hele haar. Dat vind ik dan echt niet lekker. Oh, ik heb gemorst. Ik heb de laatste variant van deze legging ook nog trouwens gekocht. Ik heb hem dus in zebra en een soort van slangen. Wat is het? Weet ik niet. En dus nu panter. Ik hou eigenlijk niet van panter voor je, maar ze zitten zo lekker. Ik hou niet van spullen in mijn haar doen. Okay, ik ben gewoon zo'n gevoel. Ik hou niet van plak en spul. Maar ik moet dat aanzet tot de lengte. Goed schudden. Ah, je creëert zelf die mousse door te schudden. Grappig. Leuk hè? Duimpje omhoog dat ik mijn camera een keer meer naar boven heb. Aanzet. Misschien heb ik nu al wat te veel hoor. Vroeger deed ik wel mousse. Nou, nu is alles wel. Maar nu moet ik het denk ik wel meteen gaan feunen ook. Oh, het voelt zo wel vies. Kijk hoe lekker dit is. Heerlijk. Het is gewoon, I feel
teert lekker mee. Het voelt een beetje stuiterbalachtig. Ik dacht als ik het krul en het dan een soort van vast doe in een soort met clips of zo, dan blijft de krul misschien erin, hoef ik dat morgen niet te doen. Ik vind dat toch chill. Volgens mij de vorige keer ging ik in de ochtend nog mijn outfit uitzoeken en mijn haar doen. Dus dat chill als je dat de dag van tevoren heb gedaan. En als ik thuis kom moet ik echt editen. Okay. Misschien is mijn haar nog iets te nat om het te feunen, maar we gaan het gewoon even doen. Volgens mij ben ik serieus een uur bezig. Ik heb nu, ik doe het in 4 lagen, waarvan de 4 dan dit kleine plukje is. Ik ga nu aan de 3e laag beginnen. Ik heb zoveel haar. Dat is niet normaal. We zijn er bijna, jongens. Oké, ik heb het dus expres heel erg overdreven gedaan. Ik ben er ook echt mega lang mee bezig geweest. En dan ga ik nu gewoon in een clip doen. Ik voel wel echt, het ziet er nu niet uit, maar. Ik voel wel echt aan die mousse dat het, denk ik, beter blijft zitten. Maar het zijn wel een beetje... Ik heb de kleine stand gedaan. Als ik het zo zie, vind ik het niet hele mooie krullen. Dan zag ik het wel al een beetje uit. Maar we gaan het zien. Ik ga het dan eventjes gewoon helemaal zo bij elkaar scrunchen en in een clip doen. En dan als ik weer thuis ben, even kijken hoe het valt. Oké, okay. Oh, ik zie er echt uit een soort Beatrix. Oh. Oké, okay. Ik zie er echt heel raar uit. Maar, oh, dit is een schakelauto. Ik ga even deze auto naar de APK brengen en mijn eigen auto ophalen. En dan ga ik die andere dingen doen in Oosterheem. Maar ik mag echt niet er te lang over doen. Want volgens haar hoe moet je ook weer schakelen? Schakelauto. Oh ja, links koppeling 1. Oh ja, ik ben in deze auto ook een keer naar huis gereden in de nacht, dus dat moet lukken. Maar volgens hem was ik echt 1,5 uur mijn haar aan doen gestoord. Ik vind het niet eens heel goed gelukt. Maar goed, komt wel goed. Dan heb ik mijn nagels, ik heb kleding, ik heb haar. Voor de volgende babbelhaps ga ik echt niet zo overdreven doen meer hoor. Het kost te veel tijd. Maar voor de kerst en zo vind ik het wel heel leuk. Oké, okay, ik ga nu even tempo maken. Zal ik even voor het time management aan jullie laten zien. Het is 2:05. Ik ben benieuwd hoe laat ik weer thuis ben. Een gemiddeld mens zou dus gewoon om 3 uur thuis kunnen zijn. Maar ik ga dat niet redden met alles wat ik altijd wil doen. Oké, okay. Het is nu 2:13. Oh, hi haar. Ik heb €305 betaald. Hij had al gebeld van dit en dit moet er gedaan worden. Wil je dat? Ik zei maar gewoon meteen ja. Ik weet niet. Rond de €300 denk ik doe maar of zo als het belangrijk is. Ik zei net al even van was het echt nodig? Omdat hij anders was afgekeurd. Zei hij nee, hij werd niet afgekeurd. Maar het was wel echt aan vervanging toe. Maar wat heeft hij nou gedaan? Oh, geen idee. Ik dacht dat het hier weer op stond. Hij zegt APK-rapport ligt in je auto. Oh, hier. Drager / bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel / schijf. Oké, okay, nou, hij zei iets met remleiding en remschijf of zo. Ik dacht, doe maar. Ik weet niet. Je weet het allemaal nooit of het echt nodig is, maar ik vind deze man gewoon aardig. Dus, waarom niet? Ik heb gisteren ook mijn fiets weggebracht om dingen te laten repareren, mijn licht en zo en voorband. Dan denk ik ook, ja, die mensen werken ook super hard. Dat denk ik echt, van... Dat zijn gewoon hele hardwerkende mensen en ik gun ze ook gewoon hun reparatie. Dus al hoeft het nu nog niet per se. Ze zeggen het niet voor niks, denk ik dan maar. Als je goed gevoel bij iemand hebt, kijk, bij QuickFit of zo heb ik het niet. Want dat vind ik gewoon echt, wat ik heb meegemaakt, echt oplichters. Ik heb gewoon goed gevoel bij hem. Dus, ja, oké. Okay. Nu gaan we weer door. Toko-pakket ophalen bij Blokker Oosterheem. Schuimspaten halen bij de... drankenzaak daar. En Oosterheim is op de route, dus dat is wel handig. Ik combineer altijd dingen op de route. Ik ben daar echt gek op. Ik hou van op de route. Vind ik zo heerlijk voor mijn hersenen. Mijn autootje is ook best wel schoon, want ik had hem natuurlijk vorige week zondag of die zondag ervoor schoon laten maken. Niet heel schoon, maar wel redelijk schoon. Oké, okay, we zijn om 14:21 bij de Blokker, jongens. Ja, ik wil ook nog even naar de Aldi. En mij kennen, dan loop ik dan ook nog een andere winkel in. Maar misschien moet ik dat gewoon even niet doen. Ik wil gewoon uiterlijk 3:30 thuis zijn. Dan heb ik 1 uur daar. Dat is echt lang genoeg. En dan 10 minuten om terug te rijden. Dat moet toch wel lukken, zou je zeggen. Ik ben ook echt goed bezig met gezond eten deze week. Oh, ik heb helemaal het gevoel dat ik nu moet schakelen. Maar dat moet natuurlijk niet. Ja, ik had echt behoefte om even gezond te doen. Dus dat lukt heel goed deze week. Ik was er een beetje klaar mee. Mijn huid was een beetje niet lekker. En mijn lichaam was niet zo lekker en zo. Dus ja.
Daarom denk ik ook altijd van als je dus fase hebt waarin je wat minder gezond eet of wat meer of wat dan ook. Het boeit niet, want je voelt vanzelf alweer. Ik vind deze product trouwens niet mooi. Je voelt vanzelf alweer aan je lichaam wanneer het weer genoeg is, weet je wel. Je lichaam geeft dat heus alweer aan. Oké, ik ben klaar. Ik ben benieuwd hoe laat het is. Ik heb het gevoel dat het 5:30 is. Oh, 5:15. Wow, 5 minuten eerder dan planning. Ik ben wel nog dingen gaan doen die niet nodig waren, maar die heb ik echt heel snel gedaan. Ik zit hier met mega veel tassen. Met ja, ook heel veel boodschappen. We hebben echt weinig in huis. Al koop ik heel veel. Deze vlog gaat echt iets heten met mega veel kopen of pakketten of whatever. Oké, nu naar lekker naar huis en dan ben ik met al deze tassen tillen erbij gewoon lekker om 30:30 weer thuis. Oké. Eindelijk heb ik deze, want ze waren 1 plus 1. Volgens mij zijn het bierchips, maar dit zijn allemaal dingen om te proeven. Dat ga ik dus vanaf nu in babbelhap doen. Dit vond ik nog leuk voor in het kerstpakket. Crispy chili oil. Dus om voor morgen. Dus dat zet ik hier. Dit is toch leuk. Ik zocht die schuimspatel, spaanding. Zag ik dit en dacht ik, ja, dit ga ik kopen. Deze heb ik uiteindelijk bij de blokker. Die heb ik ook morgen nodig. En dit is ook om te proeven. Hoe leuk. Karamel pistache en wit pistache. Niet normaal. Dit was 1 plus 1 gratis, maar ik wist niet dat het zo enorm was. Hier kan je echt 700 sushi rollen mee maken. Gelukkig is het heel lang houdbaar. En Kewpie mayonaise. Dit is ook voor in het kerstpakket. Hoppa. Deze takjes zijn klein trouwens. Dit kost 6 euro, hè, dit zakje. Ik dacht dat ik een grote zak had. Dus ik dacht, wow, ik heb best een goede prijs. Want meestal is het nog duurder. Het zijn kleine zakjes. Deze nog voor in de boom. Weer nachi peren, want ik vind dat echt heerlijk. Ja, en dit verder. Tomaten, garnalen, nootjes, pistache noten, zalm. 90% chocola, heel veel tonijn. Pasta, blue wine. Nou, even uitruimen. Ah, mijn gast is er bijna. Ik mag even snel wat opmaken. Met jullie mijn vlog kijken, mogen jullie lekker al weten wie mijn gast is. Ik heb zoveel zin om mijn gast te ontmoeten. Ik heb hem nog nooit in het echt ontmoet. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij is dus echt een mega grote TikToker. Maar waarschijnlijk hebben wij een totaal andere doelgroep. Hij is zo leuk. En hij is echt gewoon exact op tijd. Echt, hoe dan? Ik ga er altijd vanuit dat mensen later zijn. Komt helemaal met het OV. Oké, ik had die ene lichte eyeliner gekocht en die had ik ergens in een zak gedaan om hier naar beneden te gaan leggen. Maar die kan ik niet vinden. Dus die heb ik helaas niet. Ik heb nu mijn beste dag qua hoe ik eruit zie, maar dat heb ik nu al 3 weken. Dus, mijn haar zit in ieder geval goed. Ik heb nog een paar plukjes gedaan. Ik ben gewoon heel wit ook. Maar het komt goed. Ik heb een leuk pak aan. Ik heb het elastiek er net uitgeknipt. Daardoor ging die helemaal stuk. Dus hij zit vast met een elastiekje. Maar dat ziet toch niemand. En ik had eigenlijk tegen mijn gast gezegd dat we een kerstmuts op gingen doen. Maar toen dacht ik, weet je wat raar is trouwens? Mijn gezicht is super zacht. Maar heel, een beetje oneffen. Maar in ieder geval, ik wil geen kerstmuts, want dan verpest ik mijn haar. Bedacht ik mij net. Oké, dan moet ik maar deze zwarte eyeliner opdoen. Misschien moet ik dat doen als hij er is, want hij is er elk moment. Normaal als ik dus iets opdoe, smeer ik het eigenlijk meteen weg omdat mijn kwast slecht is. En deze kwasten zijn dus goed en die nemen denk ik minder product op ofzo. Dus ik heb ook minder nodig, als je dan wat ik bedoel. Ik deed net bruin poeder en ik dacht echt, wow, wat veel poeder. Oh, mijn haar zit mooi. En normaal doe ik gewoon heel veel poeder, woep woep, en zie je er niks meer van. Dus dat is eigenlijk ook zonde van je product. De zon schijnt ook, we hebben eigenlijk helemaal geen lampen nodig, maar ik ga ze toch wel aanzetten. Ik denk ook dat je dan wat ja, glitter en zo, dat je dat dan wat beter ziet. En ja, ik ga niet nu mijn eyeliner doen, want anders belt hij net aan en dat is niet handig. Oké. Beetje wit poedertje. Ik ben benieuwd of hij ook make-up draagt. Ik denk het dus, maar ik weet het niet. Ook niet te veel make-up, maar ik wil wel echt meer make-up dan ik normaal draag. Ik denk dat het elk moment kan de bel gaan. Het voelt trouwens wel heel synthetisch, maar het werkt wel. Het is gewoon een stuk harder dan de kwasten die ik had. En ik doe lekker een, ik dacht doe een lipstick, maar ik vind dat toch niet helemaal mij. Dus ik heb een oud blosje. Ik denk nu echt dat hij er elk moment is. Misschien moet ik even kijken of hij mijn berichtje heeft gestuurd. Hij is er.
Pushy. Pushy? Nee, het heet Lina. We zeggen Pushy. Hallo. Oh, mijn camera staat nog aan. Eigenlijk allergisch. Nee, ik ben voor deze niet allergisch. Nee? Nee. Heel chill, mijn vriend heeft dat ook. Oh, wil je meteen in mijn vlog? Ja, is goed. Hi. Hallo, vlog. Ik ben gearriveerd in Zoetermeer. Ik ben nog nooit in Zoetermeer geweest. Ik was hier ook nooit geweest voor ik hier ging wonen. Echt? Maar hoe ben je hier komen wonen dan? Door mijn vriend. Oh, Pushy. Dat is een goed teken. Echt verliefd nu al. Ik ben dus heel benieuwd of mijn volgers jou kennen. Want wij hebben denk ik echt nul dezelfde doelgroep. Ja, maar dat is toch juist leuk? Ja, dat vind ik dus ook leuk. Vind ik wel leuk. Ja. Ik krijg een soort overlap. Ja, vind ik ook. Nou, dat doet ze echt niet bij iedereen. Heb jij dieren? Nee. Ze zit helemaal aan je te ruiken. Ik heb geen dieren. Of ik moet ruiken als een dier? Ja, ik heb wel heel veel scheid. Maar dat heb ik echt geleerd, omdat ik had heel weinig scheid altijd. Ja? Ik weet het ook niet, maar op de deur heb ik mezelf dat gewoon een soort aangepraat. Ik dacht, het enige waar ik hier op deze planeet ben, is om alles van het leven te genieten. En gewoon te genieten van eten, te genieten van drinken, te genieten van mensen. En te genieten van gewoon dat je een lichaam hebt wat je elke dag draagt. Nou, ik was altijd zo erg bezig met de buitenkant van wat mensen van mij dachten. En daar werd ik zo ongelukkig van dat ik op een duur dacht. Zo, we hebben lekker een dier gemaakt. Zo, die is lekker. Ja, hè? Oh mijn god. Hij is koud ook heel lekker. Oh, hij is niet meer aan het drinken. Niemand is hier verliefd op zijn. Wie zou het zijn? Ik of de poes? Hoe is dit? Zit er op zijn, wat vond je ervan? Ja, leuk. Het was echt leuk, het was lang, hè? Ik zit er geproppen voor nu. Ja, ik ook wel. Hoeveel punten hebben we daarvan op? Dat is gewoon 4 bijna. Bijna de helft, denk ik. Ja. Heerlijk. Ja, en nu maar wachten totdat mijn OV weer rijdt. Je was hier om 10:50, hè? Ja. Hoe laat begonnen we? Misschien wel 1 uur al. Nee, 2:30 denk ik. 2:30 denk ik, ja. En het is nu 7:30. Ja. We zijn net klaar. Ja. Maar het was het allemaal waard. Het was zo gezellig. Ja. En Pushy vindt het ook gezellig. Leuk. Zo cute. Ik word nu echt een kattenmens. Ja. Ja. Kijk dit jongens, ik heb dus een trui op Vinted besteld. Super aardig verkopen trouwens, ligt niet aan haar, maar dit is een trui van Stieglitz. En kijk dit. Dit is 1 keer gedragen, 2 keer gewassen. Dat is wel niet normaal. Hebben jullie een trui van Stieglitz en heeft iemand dit ook? Want die verkoper had ook echt iets van, het is echt niet oké. Ik heb hem alsnog wel, dat ik hem wil houden, want ik vind hem heel leuk. Maar het is helemaal onder met dit. Gewoon honderden. Heel raar. Kijk, ik vind hem wel heel leuk. Ik hou echt zo erg van roze met groen. Het is een mega maat. De grootste maat is dit. Ik vind het echt heerlijk. Heerlijk. Hallo. Wij kijken de intocht van... Nou ja, ik kijk niet. Maar de intocht van Sinterklaas staat aan. En Oliver, Melissa en papa zouden hier dus nu heen komen om voor mijn moeder 60ste verjaardag een lied te schrijven. Want dat wil ze heel graag. Zo grappig. Daarom ben ik echt mijn moeder. Ik zou ook echt zeggen, ik wil graag een lied. We moeten nu beginnen. Maar Oliver Melissa kon uiteindelijk niet meer komen. Dus toen hadden we iets van, nou, papa, ga jij dan maar naar hun. En dan gaan wij wel gewoon online inbellen. Dus dat gaan we nu doen. En ik hoop dat papa heel veel ideeën heeft, want ik heb nog niet zoveel ideeën. Mag dit intocht uit? Ik weet dat je iets heel leuks vindt, maar we gaan nu beginnen. Zien jullie trouwens, die moes werkt wel echt. Mijn haar heeft echt... Dit is hoe mijn haar altijd was. Dus het komt gewoon door de producten die ik gebruik, dat ik zo weinig haar heb. Wow, mijn haar zit echt kapot mooi. Nu deelnemen. Wij zijn gewoon de eerste over op tijd. Die hier. Ja. Woehoe. Oh, we zitten ook echt op hun tv. Ik hoor niks. Hallo. Hallo. Kunnen jullie ons goed verstaan? Ja, zitten we nu op jullie tv-scherm? Ja. Het geluid is niet super goed, maar... Nou, ik versta je ons wel. Ja, maar wel een beetje haperend. Oh jee. Zou je het kapot van Harry op de achtergrond? Ik zie H. Ja, H zit Harry te maken. Nou ja, maniertje bedenken hoe we dit gaan doen. Ik heb wel een idee. Hoe we het moeten gaan doen, niet wat we gaan doen, maar... Ja, ik denk... Hè?
ChatGPT geworden. Dat vind ik misschien dat het uiteindelijk nog doet. Nee. Maar ik ga het er even. Nee, nou, dat is wel grappig. Hoeveel is het, ja? 34. Maar moet het leuke dingen zijn of minder leuke? Als je, ze denkt als je scheet laat en dan ruikt, dat je poep dan al bijna eruit komt. Maar we kunnen natuurlijk wel, wat ik altijd leuk vind om te doen bij de bridge, is om dan van die opsommingen te doen. Dus van, dan krijg je van te, 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 te. En dat je dan allemaal van die voorbeelden noemt van scheet ruikt als is poep en dat soort dingen, zeg maar. Maar dan met wat beter. Ja, kringloop is natuurlijk heel erg. Dat is er nu ook natuurlijk trouwens. Dat ze zei dat ze de hele dag moest studeren. Het lied schrijven was best wel leuk. Ik heb altijd dat ik dan... dat is gewoon echt mijn ADD, dat ik dan, als ik er eenmaal in zit, helemaal los ga. Dus uiteindelijk had ik echt superveel voorbeelden en ideeën. En ik zei ook, we moeten echt tastbare voorbeelden doen. Dus echt letterlijke voorbeelden. Dus niet bijvoorbeeld, oh je bent aardig, maar dus een reden of een herinnering van waarom jij dus aardig bent. Uiteindelijk hadden we heel veel leuke dingen. We hebben de belangrijkste dingen dik gedrukt en in kopjes onderverdeeld. En nu gaat papa even aan de slag met het lied, want met z'n allen is het een beetje lastig. En dan ga ik al heel goed liedjes schrijven. Ben ik heel benieuwd. Maar we hebben echt zoveel dat we wel 3 liedjes kunnen maken. Oh, lekker. Ik maak echt heel random een eitje. Ik ga denk ik klutsen. Met eigenlijk allemaal dingen die ik over heb van de aflevering van gisteren. Het zijn 3 eieren. Heel veel beetje slagroom. Heel veel peterselie, tomaatjes. Ui, knoflook. Deze blauwe kaas. En dan nog zout en peper bij. Dan ga ik zo'n roerei van maken. Echt heel veel groen. Super lekker. Oh, deze ui is goed gesneden. Yummy. Lekker. Kijk nou hoe leuk. Dit boek heb ik gekregen van Sarah. Ik ken Sarah al heel erg lang via YouTube. En het is een van de beste vrienden van Lot. Ze heeft dus een boek gemaakt. Zij komt ook in Babbelhap trouwens in seizoen 2. Ze heeft het boek naar me toe gestuurd. Deze gaat in mijn kindercoachkast. Zo mooi. Echt heel erg tof. Hij is te bestellen via haar eigen website. Hallo. Wij zijn in Delft. En een beetje brak. Niet van de alcohol, maar van de... tot laat doorwerken. En kort slapen, maar Haza laat we lekker naar buiten gaan. Dus we zijn lekker in Delft. En we gaan even lekker wat eten. Super scheef die toren. Hé, daar loopt Ha. We zijn weer op dezelfde spot. Bombina, maar... ze hebben dus een nieuw menu. Normaal doe ik echt uren naar de kaart kijken. En nu heb ik voor de kaart gekregen al die courgette dingen besteld. Terwijl ze een nieuw menu hebben. Maar ik denk dat best veel hetzelfde is hoor. Misschien hebben ze die wel helemaal niet meer. Jawel. Die zijn lekker. It's homemade. So, I don't know. I think it's made with the real chocolate. That's why it's good. Yeah. Mmm. Zo lekker dit. Ik kan echt genieten van al die mooie boeken. Kijk hoe mooi dit ook is. Even een shout-out naar alle boeken, schrijvers, illustrators, uitgevers. Niet normaal wat hier allemaal ligt. Zo mooi allemaal. Heerlijk om naar te kijken. Heerlijk die winkeltjes hier. Ik hou ervan. Ik wil dit, het zie altijd van die kookshows. En kijk dit, is dit om te gourmetten of zo? Waarom zou je dit willen? Ook zo'n ding wat je niet per se nodig hebt, maar wel echt te leuk is. Waarom is dit allemaal zo schattig? Kan iemand mij dit uitleggen? Waar is dit voor? Dit is een uienkam. Hé, hey. Leuk maatje, lekker klein. Hé, hey, tip, ze hebben hier ook pistachecreme. Ziet er echt super lekker uit trouwens. Oh. Zo, dit is een lekkere grote knop en pers. Yummy. Het is toch echt de hemel of de hel. Het is maar net hoe je het bekijkt. Aangezien je niet dit natuurlijk allemaal wil gaan kopen, maar... oh my god. Kijk dit allemaal. Ik vind het wel een fantastische winkel, want ze hebben echt een heel uitgebreid aanbod. Maar het is wel echt gewoon op één thema gericht. En je kan echt alles loskopen. Dat vind ik wel fantastisch hoor. Dit is handig om de pillen van je trui te krijgen. Kijk, een truienkam. Zullen we die kopen? Testen. Moet het zo of zo? Ja, het werkt wel.
Wow, supergoed. Het is gewoon, oh, dat vind ik wel goed, de aankoop. Dit is zo leuk om je eigen dumplings te maken. Maar voor 13 euro kan je beter gewoon kopen, want ik ga dit toch nooit gebruiken. En dit wilde mijn vader toen voor zijn verjaardag, om falafelballetjes kunnen maken. Dat heb je dus ook hier, want dit is een hele grote. Maar je hebt dus ook kleine. Shoplog. Wij hebben. We hebben trouwens gisteren zo lang allemaal video's gekeken over de verkiezingen. Dit is niet waarop we gaan stemmen, maar we kregen een folder. En dat vond ik wel echt goed om te doen. Heel veel wijzer geworden, dat is wel fijn. Ik vind het alsnog heel moeilijk en uit elke stemwijzer komen echt totaal verkeerde dingen. Wat ik gewoon, voor mij op nummer 1 staat dierenwelzijn. Maar er komen echt hele rare dingen uit als ik een stemwijzer invul. Dus ik weet het nog niet helemaal. Als deze vlog online staat, heb ik al gestemd. Dus. Ik heb eventjes voor de oudejaarsaflevering vegan mayo en tofu gekocht. Ik mag zelf geen tofu, maar we gaan het alsnog wel maken. Want mijn gast is vegan. En ik denk dat heel veel jullie herkennen. Wordt heel leuk. We hebben dus een kledingpiller gekocht. Deze werkt echt super goed. Oh ja, ik had ook een beetje gevlogd. Beter dan al die wegwerpdingen. Een lekkere geitenkaas met truffel. Moet er nu niet aan denken. Ik ben echt heel misselijk. Dit is een pen die ik ook heb. Zo'n uitwisbare pen. Mijn bijlesmeisje is vandaag jarig. En ik had dus al stitchsleutelhanger, mini panda, panda sneeuwbal. En ze zei, ik ga mijn moeder vragen of ik een uitwisbare pen mag. Toen dacht ik, als we toch in Delft zijn bij dat winkeltje, ga ik die voor haar kopen. Dus die ga ik haar morgen geven. En, tenminste, ik denk dat Dylan en Camille wel professioneel is. Nog 3 dingen. Een julienne snijder. Dus hiermee kan je de julienne reepjes maken. En misschien ga ik deze gebruiken ook voor de oudjaar aflevering van Bubble Up. En dan wil ik dus gewoon ook een keertje zo, net als in die kookshows, dat mensen lekker zo raspen en niet in zo'n rasptoren. En ik denk dat dit goede kwaliteit is. Dus ik heb een grove. En een fijne. En dan de soort van luxe variant die ze hadden. Ziet er ziek professioneel uit. Is toch te cool. Ik heb wel helemaal zin om hiermee te gaan koken. En ook om het in babbel op te gebruiken. I love it. Ik zal even die pennetjes nog laten zien. Die voor haar zit natuurlijk ingepakt als een panda. Die heb ik zelf ook. En heb ik voor mezelf er nog 2 gekocht. Eentje met zwarte inkt. Ik vind ze heel chill schrijven. Deze. Een katje die zwart schrijft. En deze. En deze schrijft dus lila. En je kunt het uitgummen met dit bolletje. Ik vind ze heel chill. Ik heb er nu steeds eentje met dat. En we hebben nog een heel leuk boek gekocht van Ellie Lust. Van dingen die de zaakjes niet mogen ofzo. Dingen die je wel mag. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar dat is echt een heel leuk boek. Dus. Oké, goodbye. Hallo jongens, we gaan nu slapen. Ik ga eindelijk weer op tijd naar bed. We hebben de Invisible Man gekeken met de actrice van The Handmaid's Tale. Zij speelt altijd echt dat soort films. Het is ook grappig, soms moet je toch wennen aan een acteur dat hij een andere rol op zich neemt. Maar dit is gewoon een andere rol. Alleen zij blijft gewoon een beetje de type actrice voor dit soort films. Dus je moet echt niet aan haar wennen. Dat doet ze wel echt heel goed. Het was een hele goede film. En toen hebben we, ik weet niet hoe het programma heet, we kijken nooit echt wat soort programma's, maar dat programma met Niels en nog iemand, die ook van hoofd niet. Heel leuk. Ik vind het best wel leuk de laatste tijd om iets meer dingen te kijken over politiek en actualiteit en zo. Daarom merk ik echt dat ik ouder word. Top. En nu ga ik lekker slapen. De vaatwas staat aan, alleen ons vaatwasboekje zijn opzet. Maar we gaan hem toch even aanzetten. Good to know. Leuk feitje. Bubblehop loopt helaas niet goed. Daar heb ik even van gebaald vanochtend. Maar ik heb besloten er verder niet veel over te zeggen. Ik wil niet te veel Bubblehop negativiteit en stress. Ik geniet heel erg van Bubblehop. Maar het is wel moeilijk dat het dat het niet loopt zoals je had gehoopt. En dat het eigenlijk niet realistisch is hoeveel tijd erin zit. Maar goed, ik geef het nog niet op. Want ik vind het heel leuk. Maar nogmaals, ik weet dat ik het blijf zeggen. Alsjeblieft, als je het leuk vindt, ook mijn vlogs, like en reageer. Want anders gaat het dood. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik je zondag zie bij een nieuwe Bubblehop. En ja, bij een nieuwe vlog volgende week. Oké, bye.